Loindale. Ah. Wabi di Loindale. Je bent een gewone willekeurige toeschouwer van deze voorstelling en opeens stond je op het toneel. Dat klopt. Dat was voor mij ook een verrassing, ja. Ik vond dat je het best goed deed. Ja, ik dacht eerst dat ze alleen mijn schoenen nodig hadden, maar toen moesten ze mij er ook nog bij. Dus dat was een verrassing. Maar ik dacht, als ik er toch sta, dan kan ik er net zo goed wat van maken. Ben je getraind zangeres? Nee, voor zover ik weet niet. Maar misschien in de toekomst wel. Maar ze vroegen of ik een opera kon zingen. Lena zingt een opera. Dus ik dacht, ik zet mijn douche stem even op. Ja. Noem één ding. Dat is leuk. Ja, het humor, denk ik. Hongaars humor. Ik denk dat de artiesten die in deze performance waren, die hebben een heel goed humor. En dat hebben we heel goed begrepen. Maar wat is Hongaarse humor? Vertel. Dat kan je eigenlijk niet vertellen. Dat moet je, dat je voelen. Maar ja, dat is... Probeer. Hoe zal ik het uitleggen? Hongaarse humor is een klein beetje ironisch. Ook een beetje negatief. Maar het is ook... Zelf ironisch. En deze performance was een goede teruggave van het Hongaarse cultuur, denk ik. Ik denk ook de Hongaarse jonge cultuur. Omdat ik denk het wel dat deze performance was meer voor mensen die tussen 25 of 35 zijn. So, dat is een speciale groep. Maar ik denk het wel dat andere mensen hebben ook veel plezier gehad vandaag. Did the public react in Holland compared to the Hungarian? So different. The first time they are serious, they are on the festival, they want to look very good theater, and they wait for this night, I think, or for the yesterday night, or for tomorrow, and after the time they forget that they are on the theater, and they start to be a little children. And it's very good to look this way. And for me it's a very good feel. Hello, Lena. Congratulations. Who dare?